was dat mooi om te zien. Gamefist die pakte 3-1 en ook heerlijk gespeeld door Gamefist. Gefeliciteerd met jullie winst en misschien kunnen jullie nog de top 4 halen in de land houden. Dat zou mooi zijn om te zien. Maar we gaan nu wel door met onze volgende match. Team Qbyte tegen Causing Panic. Qbyte die het tot nu toe niet zo lekker doet en ook onderaan staat. En dan heb je nog Causing Panic die nog geen game gedropt heeft en ook 3-0 bovenaan staat. Wat zeg jij, Duncan? Ik durf eigenlijk niet zo heel veel te zeggen over mijn predictions. Wat denk jij? Ik wil eerst jou horen. Oké. Ik zal eerst een keer mijn hand laten zien. Qbyte is een team dat het heel goed kan doen als ze hun dag hebben. Maar als het niet zo lekker gaat, dan weet je er niet zoveel wat je van ze moet verwachten. Ik geef het aan Causing Panic. Ze hebben laten zien dat ze de afgelopen periode goed hebben gedaan. Ze hebben alles gewonnen. Ze hebben zelfs gewonnen van Mcon. Ik denk dat ze het kunnen. Maar Qbyte, de wildcard, ik geef ze toch 1 game. Ik zeg 3-1 voor Causing Panic. Dan ga ik er 3-0 van maken. Toch een beetje het onverwachte. Je zou zeggen, die Duncan is gek. Die gaat nu voor Qbyte kiezen. Dat zeg ik echt wel, ja. Nee, maar voor deze keer denk ik wel dat ik hem toch aan Causing Panic moet geven. Ja, we zullen even gaan kijken naar de line-ups om te zien welke spelers vandaag spelen. Ziet dat het Volvo Fire, Because I'm Mad en Squawky is voor team Qbyte. En aan de andere kant hebben we Causing Panic met Aldente, Drakey en Mojo Bojo. Ik wil even één speler highlighten van Causing Panic, namelijk Aldente. Aldente is een speler die al heel lang speelt en ook heel lang aan de top speelt. Hij is een van de betere spelers in deze league en een van de spelers die een team echt kan carryen. Hij speelt ook andere grote toernooien en daar is hij ook meestal de solide speler. En hij gaat laten zien of hij deze match voor Causing Panic kan carryen, ja of de nee. Drakey en Mojo Bojo zijn hele goede fills die alle gaten dichten waar Aldente dan op dat moment niet bij kan. En hij zal gaan kijken of hij deze game aan hun kant kan gaan zetten. Ja, ik heb ook zeker verhalen gehoord over Aldente dat hij best wel een shiner is van het team. Maar het gaat natuurlijk ook echt om de fill-ups. Je kan natuurlijk één iemand hebben die het heel goed doet in vergelijking met de rest. Maar je moet natuurlijk ook goed samen kunnen spelen. En daarom is Rocket League ook zo mooi. Elke speler heeft zijn eigen autootje. En je kan individueel moet je natuurlijk goed kunnen spelen. Maar ook met elkaar. Want anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Ja, en dan heb je aan Team Qbyte een roster dat al heel lang staat. Je hebt Volvo Fire, Because I'm Mad en Squawky. En die jongens die spelen al een hele tijd met elkaar samen. Het duo Volvo Fire, Because I'm Mad staat nu al langer dan een jaar. En spelen ook heel veel met elkaar. Die zullen ook vaker wat vaker de teamplays gaan opzoeken. In plaats van de individuele plays die je bijvoorbeeld iets meer zag bij de Fuse Kids met de dribbles die ze eruit zien te halen. Die jongens die zullen gaan kijken van, hey, kan ik de paas geven? Kan ik naar elkaar toe gaan pasen? Dat weet ze niet helemaal. Ook nog een ander leuk dingetje om te weten is, Zeke speelt voor verschillende teams. Zoals ik al zei, hij speelt voor Epsilon in de RLRS als sub. Hij speelt hier met Gamefist mee voor de ESL Benelux Group Stage. En dan speelt hij ook nog eens een keer met de Keizer League met Team Qbyte mee. Daar vervangt hij Squawky. En daar speelt hij dan ook mee. Hij speelt een beetje met allemaal verschillende teams. En we gaan nu kijken of Squawky de plek van Zeke's ook kan vullen. En ervoor kan gaan zorgen dat ze deze game gaan pakken. Ik ben benieuwd, maar ik denk dat Causing Panic dit wel voor elkaar gaat krijgen. Ja, nou, we gaan het zien, jongens. Want de eerste game staat alweer helemaal klaar voor jullie om te gaan bekijken. En ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen, eigenlijk. Ik denk dat dit een hele mooie, spannende game wordt om te gaan zien. En dat Causing Panic gaat kijken of ze een early lead kunnen gaan pakken. En of Qbyte zich hierbij kan houden. Dus Squawky gaat op een middenboost. Drakey neemt de bal aan. Volfire dunkt hem van Drakey af. Waar Mojo Bojo hem aan de zijkant kan geven. Squawky hit hem naar het midden. Zal hem nog een keer proberen te raken. Because Amet gaat op voor een moeilijke hoek. Hij kan er net niet bij. Wordt er niet ingedrukt. Volfire probeert hem voor te zetten. Hij raakt hem dan niet. En daar hebben we Aldente weer die bal heel mooi en heel hard uit de moeilijke hoek wegklit. Because Amet op het schot op het backboard. Drakey is erbij en schiet hem alweer gelijk naar de kanten van Qbyte. Volfire was daar niet, sorry. Dat was Squawky. Squawky die probeert hem te clearen. Maar Aldente zit er alweer tussen. Because Amet die hem ook weer gaat clearen. Je ziet dat de bal zo hard mogelijk wordt geschiet. Zoveel mogelijk elke kant op. En dat nog niemand echt een gigantisch grote kans heeft gehad in de eerste 40 seconden. Waarschijnlijk moeten ze een beetje gaan afvoelen wie waar speelt. Waarschijnlijk moeten ze even kijken wie het op dit moment het beste kan gaan doen. En wie de eerste goal kan gaan pakken. Ja, nou, het is eigenlijk een beetje zoals jij zei al aan het begin. Wat daar is de eerste goal weer. Ik zag hem niet eens aankomen. Dat was een hele mooie play van Because I'm Mad. Hij gooit hem hier op de muur. En maakt gebruik van de muur ook met een hele lastige hoek vanuit de hoek van het veld. En die gooit hem er zomaar even in langs twee spelers van Causing Panic.
We hebben het over de eerste goal. En op dat moment, als we het over de duivel hebben, komt hij ook nog eens een keer aan. Because Ahmed mist hij wel de clear. En dat was een kans voor Aldente die hem er niet inschiet. Volvo fires up uit een moeilijke hoek. Tikt hem half aan. Mojo Bojo zet hem voor. Maar Squawky is daar om redding te brengen en om naar de zijkant te brengen. Volvo fire gaat achter deze bal aan. Schiet hem naar de zijkant. Maar Aldente wint de 50-50. Tikt hem daar weer naar binnen toe. Waar Drakey al stond te wachten. En vervolgens omhoog gooit. En Squawky hem cleart. Aldente brengt hem dan weer gelijk naar voren. Dus zat er heerlijk tussen. En niemand van Qbyte durft die bal aan te raken. Squawky en Volvo altijd een beetje in dezelfde hoek. Een beetje een misverstand. Mojo Bojo gaat voor de hit op de backboard. Waar Volvo Fire en Squawky alweer een misverstand hebben. Maar Because I'm Mad al redding brengt. En de bal cleart naar de kant van Causing Panic. Causing Panic probeert nu zelf zijn eigen panic te causen. Door er gelijk de druk op te zetten. Aldente gooit hem hier naar het midden toe. Waar Mojo Bojo al klaar staat. Hem omhoog probeert te lopen. Lukt het niet. Want Because I'm Mad zit er alweer tussen. Volvo Fire met de bal. Mad gaat ernaast staan. Kijken of hij de pas kan ontvangen. Volvo Fire loopt hem omhoog. Mad is daar alsnog als eerste bij. Ook al stond hij wat verder weg. Goed besluit genomen daar. Drakey met de pas op Aldente. Aldente laat hem gaan voor Mojo Bojo. Die hem omhoog tikt. Probeert hem erin te krijgen. Krijgt niet met de 50-50 erin. En vervolgens heeft Mad weer de clear. En gaat hem voorbrengen. Squawky probeert Drakey te bumpen. Lukt hem net niet. Drakey gaat verder. Bal naar voren gooien. Volvo Fire neemt hem aan. Pakt de boost. Neemt hem daar. Fake daarna Drakey dat hij weer op de wal gaat. Dribbelt hem verder. Maar daar zit Mojo Bojo alweer tussen. Aldente houdt de pressure op. Houdt hem voorin. Krijgt hem voor de goal. Maar Volvo Fire met een risky voorlangs het goal schietend. Zodat hij er niet in gaat. Ja, één iemand van Causing Panic is vaak in het gebied van Team Qbyte aan de blauwe kant. En elke keer denk je van dit is heel gevaarlijk. Maar toch krijgen ze het nog wel voor elkaar om de bal weg te krijgen. En daar ook weer een hele spannende schietkans voor Team Qbyte. Staat natuurlijk 1-0. Meer dan de helft van de game is al gespeeld. De vraag is hoeveel goals er nog in deze game gaan komen. Misschien wel helemaal geen goals meer. En dat gelijk al de enige goal was van de hele game. Ja. Causing Panic probeert steeds elkaar een beetje mee te vinden. Ze zoeken zitten die passen te zoeken, maar ze komen nog steeds net niet aan. Mojo Bojo tikt hem hier tegen het dak aan. Squawky raakt hem op een wonderbaarlijke manier toch nog wel. Volfire die volledig zijn aerial mist, waardoor Aldente hem aan kan nemen. En daarna wordt hij gecenterd door Squawky. Drakey is daar eerder bij de bal, maar Squawky heeft hier alle tijd van de wereld om hem weg te brengen. Neemt ook die tijd, neemt iets te veel tijd. Maar Drakey er eerder bij is. Mojo Bojo zou het schot kunnen lossen. Denkt van, ik zet hem maar voor. Aldente staat er waarschijnlijk beter voor. Krijgt hem niet in, want Because I'm Mad met de redding. Het doorschot. Volfire kan niet daarbij. En hij wordt gelijk weer gekleerd door Drakey. Squawky in defense heeft weer de tijd. Neemt weer de tijd. Dit keer probeert hij hem over Aldente te krijgen. Maar neemt weer iets te veel tijd, waardoor Aldente hem heeft. Mojo Bojo met de 50 haalt hem in de voorkant. Aldente zet hem voor, maar Volfire zit alweer tussen. Nog 1 minuut 20 op de klok. Causing Panic probeert druk te zetten, maar ze krijgen hem maar niet in het goal. Nee, het is inderdaad elke keer dat Qbyte heel goed weet hoe ze hun goal schoon moeten houden. Alleen het gaat ook elke keer maar net goed. Ze geven ook wel echt goede druk. En elke keer denk je van, oh nee, ze hebben hem er nu langs. Maar op het moment dat het even er slecht uitziet, dan krijgen ze toch wel voor elkaar om hem weg te krijgen. En soms komen ze ook nog even langs bij de goal van Causing Panic. Om misschien nog wel een 2-0 erin te knallen. Maar dat weten ze ook nog best wel goed schoon te houden. Als ze een 2-0 er zouden inknallen, zou het wel bijna afgelopen zijn. Volgens gaat het hier proberen. Krijgt erin. Hij schiet hem tegen het backcourt aan. Squawky komt in. Is niet eerder. Mojo Bojo cleart hem nu. Er zijn nu twee spelers in de avond nog van Team Qbyte. Zou dit tegelijk maar kunnen zijn? Ja hoor, daar is Mojo Bojo. Zo, wat was dat voor een air dribble. Gooit hem eigenlijk voor zichzelf tegen de muur aan. En op het moment dat hij op de grond stuitert, als je dan gelijk een lift-up doet en erachteraan gaat, dan is het heel moeilijk om daar tussen te komen. En er was ook maar één iemand van Team Qbyte in de verdediging. Dus daar is de 1-1. Hele mooie solo play. Dat was heel mooi gedaan door Mojo Bojo. Er was nog maar één in defense. Dus hij moest wel die bal saven. Het lukte hem jammer genoeg niet. Qbyte probeert hier uit te komen. Maar daar is al een demo in de verdediging. Aldente schiet hem voor het goal weg. En probeert hem daardoor te passen naar Mojo Bojo. Die hem niet goed voorkrijgt. Twee spelers er van Qbyte. Maar het is uit defensief. Dus mag niet zoveel uit. Drakey wacht op het backboard. Schiet hem naar de zijkant. Volgens mij zal kijken of hij het contest kan houden. Houdt hem voor nog 13 seconden op de klok. Dit zou een grote kans kunnen zijn. Squawky was early op, maar kon er niet bij. En is dit nog een kans voor Qbyte? Ja hoor, hij blijft nog hangen. Drakey speelt hem aan de zijkant toe naar Mojo Bojo die hem naar voren zal schieten. Is daar iemand in defense? Ja hoor, daar is Squawky met de save in de laatste seconde. Ja, dit wordt heel erg spannend. Want wat we nu eigenlijk vooral in de game hebben gezien is dat Qbyte alle tijd had om te verdedigen. Omdat ze natuurlijk één goal voor stonden. Maar nu worden ze toch echt een beetje eruit gedrukt om ook een aanval te gaan doen. En misschien dat wat gaten op gaat leveren in de defense van Qbyte. Waar Causing Panic een beetje paniek op kan zaaien. Om even een leuke woordgrap erbij te verzinnen. Maar ja, ik...
Het wordt een beetje lastig om dat nu al te gaan voorspellen. Wat we wel zien is dat ook Qbyte best wel een goede aanval heeft inmiddels er weer bij. Omdat ze nu ook wel echt moeten. Dus zover gaat het nog best wel goed voor ze. Dat klopt. Ze houden hun spel nog wel een beetje in. Ze moeten hier wel uitkijken. Want Odente ging al 1 voorbij. Is 2 half voorbij gaan. Drake hier met de voorzet. Volfire niet met de hit. Because Ahmed kan er ook net niet bij. Maar dit schot van Mojo Bojo gaat naast. En is daardoor niet gevaarlijk. Hier komt het schot van Odente. En daar is de 2-1. Dat was hem al, dat was de overtime goal. Ja, zomaar opeens. Squawky probeerde hem natuurlijk hier te clearen. Tikte hem alleen heel hoog tegen de muur aan. En niemand die er echt in de buurt was waar hij hem naar kon afgeven. Hij had natuurlijk de optie om hem op de muur te rollen. Maar dat was heel lastig, want er kwam al een stuitere bal naartoe. En dan wordt hij opeens gecontest. Schot op goal, niemand die er echt in de buurt stond. En daar is de win voor Causing Panic. Daar is de win al voor Causing Panic. De 2-1 overtime goal. Volvo 5 stond iets te ver naar voren en kon die bal niet challengen. Waardoor Aldente een open net kreeg om hem in te schieten. Dit was een best een even game. Zeker. Alle twee hadden hem dit kunnen gaan pakken. Alle twee hadden deze winst kunnen pakken. Maar Causing Panic komt toch net erbovenuit. Ze hadden ook iets meer schoten, iets meer kansen. Qbyte had iets meer saves. Wel verdiend voor Causing Panic vind ik dit. Ze speelden de betere wedstrijd dan Team Qbyte. En ze moeten kijken of ze dit kunnen doorzetten. Wat we wel zien is dat Mojo Bojo een beetje een hoge ping heeft. Hij heeft 120 ping. Ik hoop dat het voor hem niet een al te groot probleem wordt. De mensen thuis weten misschien hoe irritant het kan zijn om met een hoge ping te gaan spelen. Ballen vliegen alle kanten op. Bal gaat één keer heel snel, heel traag. Oh, wacht even. Zijn ping is alweer weg. Ik heb het over niks. Hij is weer terug naar 60, wat zijn standaard ping is. Weet je nog de tijd waarin we eigenlijk zeiden, hey schat, wat is je ping? Nee. Best wel lang geleden alweer. Ja. Oh, daar weet ik echt helemaal niks meer van. Nou, ik voel me nu ook nog eens een partij oud, jongens. Terwijl je nog jonger bent dan mij. Ja, dat is wel heel erg. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar het is wel een heel leuk om het tussen te krijgen. Game 2. Ja, hier is game 2. Qbyte wint kaart de kick-off. Maar Aldente stond alweer klaar. Centert hier de bal. Maar de Squawky komt er alweer tussen en kleert hem weer naar voren toe. Volvay haalt niet de 50-50, maar hij haalt wel Mojo Bojo uit het spel. Because Ahmed speelde hem naar Squawky, maar Drake zag het al aankomen. Het was een beste pas goed te doorzien. Volvay hier met de dribbel. Kan niet over één? Nee, hij kan niet over één. Aldente was al up en tikt hem weer weg. Squawky met de bal naar het midden toe. Gaat er zelf achteraan. Kan hij scoren tegen 3 members van Causing Panic? Nee, hij komt er niet voorbij. Because Ahmed gaat voor de 50 en centert hem voor Volvay, die up is. Bal naar de zijkant schiet van het net, waardoor hij er zelf weer bij kan. Probeert hem te hercenteren, maar de bal gaat iets te ver naar achteren toe. Squawky gooit hem weer naar voor Volvay, was naar achteren. Ahmed moet deze 50 krijgen. Wel een hele vieze demo van Squawky. Matt zag het zelf niet aankomen en flipte daardoor naast de bal. Ja, wat me nu al heel erg opvalt is dat de aanval van Qbyte het best beschreven kan worden als intimiderend. Ze houden Causing Panic echt heel erg bezig met proberen de bal weg te krijgen. Want ze duiken er echt van volle vaart keihard op. En ik denk ook wel dat daar een hele grote kans is dat ze daar snel een goal uit zullen krijgen. Maar zover houdt Causing Panic het goal schoon. En misschien dat ze er ook nog een klein foutje in kunnen spotten. En dat ze een aanval eruit gaan krijgen. Maar dat was ook alweer heel close. Volvo Fire zat er bijna op. En Bobo weet nog net aan de bal uit het goal te houden. Ja, dat was een hele dichtbij bij de crossbar. Die ging bijna onderkant dat erin. Drake hier met de voorzet. Alleen Volvo Fire is daar alweer om die bal te clearen. Mets op om te verlengen. Raakt hem net niet aan. Waardoor Mojo Bojo hem kan aannemen. Maar er niet verder mee op kan schieten. Oeh, dat is een tikje waar Aldente niet bij kon. En Because Ahmed wel. Hier zit hij er toch wel tussen en de bal weer aanneemt. Volvijg schiet hem op net. Aldente zit er weer tussen. Die gast houdt elke bal tegen. Because Ahmed hier opnieuw met de voorzet. Aldente zit er weer bij en schiet hem weer weg. Maar hij komt niet bij een teammate. Waardoor daar Volvijg weer kon challengen. Als Aldente die bal een keer kan gaan pasen naast zijn teammate uit de clear. Zal dat ervoor gaan zorgen dat Causing Panic beter uit de defense komt. Ja, wat me inderdaad ook heel erg opvalt. Elke keer als Causing Panic probeert een bal te clearen, zit er meestal wel iemand van Qbyte tussen. En ditmaal niet, maar op de andere momenten meestal wel. En je kan ook heel erg zien dat meestal als je de auto's los ziet rijden, dat ze enorm snel gaan. Ze bewegen zich enorm snel voor. Ze rotaten heel erg goed. En ze houden daardoor Causing Panic echt heel erg bezig. Je ziet hier dat Causing Panic weer in defense rotation. De Volvay zit er bovenop. En vervolgens probeert Because Ahmed hem in te halen. Maar Aldente tikt hem daar heel mooi overheen. Squawky met de air dribble. Kan hij erbij langs gaan? Nee, Because Ahmed dacht dat hij hoog ging. Hij ging laag. Volvay met de recenter. Maar Drake staat ernaast om weg te brengen. Hier komt Because Ahmed om hem weer opnieuw te brengen. Squawky is heel vroeg op.
maar kan er dan niet bij. Want Aldente zat er alweer tussen. Die schiet de bal weer mooi weg. Hier komt Vollefaar met de pass op Squakkie. Kan hij hem weer terugleggen. Hij probeert het wel, maar Dreki was iets eerder. Dreki ziet tot nu toe alle passes goed in en zit er elke keer heel netjes tussen. Mojo Bojo hit de bal niet. 2-up van Q-Bite. Dit is heel agressief. En Vollefaar mist het schot. Hierna kan Because I'm Mad hem wegwerken naar de zijkant. En Mojo Bojo zal hier voor de clear gaan. Hij neemt de tijd, want niemand contest hem. Uiteindelijk komt hij mooi bij Aldente aan, die hem verder kan leggen. Hij pakt de boost, gaat voor de bump op Squakkie. Maar Because I'm Mad stond er ook al, die hem weg kon werken. Dreki raakt hem niet en geeft hem aan Mojo Bojo. Mojo Bojo probeert het door te zetten. Misverstand tussen Squakkie en de Q-Bite speler. Hier Mojo Bojo heeft een open net, maar kan geen tempo maken. Probeert hem te passen naar Aldente, die een vals ook niet kan schieten. Het is nog 0-0 en 1 minuut 30 op de klok. Degene die de volgende goal scoort, zal waarschijnlijk de match pakken. Ja, en wat er dus heel erg opvalt is dat na zelfs zoveel tijd en meer dan de helft van de game is al gespeeld en nog steeds is er geen goal geweest. Vollefaar had net de schietkant, bijna een open goal, was nog één iemand in de linker onderhoek, maar hij had vrijwel de meerderheid van de goal als open. Alleen schoot hem helaas op de lat. Dat is super zuur, want Q-Bite had daar heel veel aan gehad. Dan hadden ze eindelijk een eerste goal in voorsprong en Dente, die scoort nu ook al bijna een goal. Het gaat er nu heel erg om spannen. Beide teams willen heel graag scoren. Hier is Vollefaar met de drill. Hij moet om twee heen. Lukt hem dat? Dreki stond heel goed gepositioneerd. Maar twee gingen daarvoor op. Squakkie heeft net niet het open net. En raakt hem heel zacht aan. Dat had ook de goal kunnen zijn. Alle twee teams hebben heel veel kansen gehad de laatste seconden. En willen alle twee die goal erin zien te krijgen. Hier is centerbal van Dreki op Squakkie. En vervolgens mist daar Because I'm Mad ook nog het schot. Dat had hem weer kunnen zijn. De pressure van beide teams proberen ze erop te houden. Ze proberen dat goalscore. Wie hem nu scoort is bijna binnen. Because I'm Mad opgaat voor het schot. Schiet met naast. Dubbel tapt hem er ook net niet erin. Alle tweede teams met zulke grote kansen. Uiteindelijk gaat hij er een keer in. Het zou wel moeten, zou je zeggen. Het is bijna oneerlijk, zou je zeggen, als je wat medeleven toont voor Q-Bite. Omdat ze natuurlijk nu zoveel aanvalskansen hebben gehad. En ik vraag me nu eigenlijk ook al af. Ja hoor. Oh, daar is hij eindelijk. Na 4 minuten en 50 seconden. Ja, hier komt de bal van Squakkie. Because Matt probeerde een in te tikken en beter Aldente uit het goal. Aldente had hij geen boost meer. Squakkie niet met de hardste hit, maar hij was zo goed geplaatst dat Aldente er niemand bij kan. 10 seconden, hier moet wel een hele gekke kick-off goal uitkomen te lopen van Causing Panic als ze dit nog willen halen. En je zag ook uit een hele, in de replay zag je dat het uit een hele moeilijke hoek kwam en daarom had hij natuurlijk ook niet zo heel veel vaart. Maar bijna niemand van Causing Panic zag het aankomen. En daarmee heeft Q-Bite de eerste game, of de game gewonnen. Ja, eerste game heeft Q-Bite, tweede game, sorry, heeft Q-Bite gepakt. Het staat ook al de tel kwijt, ja. Ja, ik ben de tel ook kwijt. Ik ga zo op in deze games. Zo mooi om te zien. Je ziet ook hier weer het schoten van Q-Bite. We komen er heel vaak op terug, maar het vertelt zoveel over de game 6 en voor Causing Panic 2. Q-Bite had er veel meer in kunnen schieten, had er veel meer in moeten schieten, vind ik, omdat ze de kansen kregen en ze niet konden afmaken. Ik dacht, Causing Panic gaat het pakken. Ze staan bovenaan. Q-Bite heeft nog geen enkele game gewonnen. Ze hebben zelfs verloren van Toxic Falcons en van Pauzy, wat niet de twee sterkste teams zijn. En nu komen ze tegen een grote jongen zoals Causing Panic, maar ze pakken wel die 1-1. Ja, zeker. En er staat ook nu volgens het scorebord dat Mojo Bojo de 2 saves heeft. En ook de meeste saves van het team van Causing Panic. En wat me dus ook opvalt is dat, ook al zijn er niet heel veel saves, toch hebben ze heel veel verdediging moeten doen. En wie denk jij dat het beste uitspat bij de verdediging? Wie doet dat het beste? Ik denk dat Causing Panic het beste de verdediging doet, ook al kreeg Q-Bite heel veel kansen. Q-Bite maakt ze net niet af en gaan er net niet in. Maar Q-Bite is een beetje wisselvallig in defense. En dit keer zagen we dus dat Causing Panic gewoon niet de kansen kreeg om ze in te schieten. Waarschijnlijk hadden ze goede touches op het middenveld waardoor ze er niet in komen. Maar Causing Panic zou meer gebruik moeten gaan maken voor de double commits achterin. Ja, ze kregen gewoon ongelooflijk veel druk op zich. En dat maakt het ook heel moeilijk om hier uiteindelijk... Ondertussen zijn we op weg naar de volgende match. Sorry dat we jullie dat hebben laten missen. De eerste 10 seconden zijn voorbij. Er gebeurde niet heel veel gekke dingen. Er was één kans voor Dreki die erin kon. Maar hij kreeg hem er niet voorbij. Squakkie probeert hier de 50 te halen. Lukt niet Mojo Bojo. Because a Matt schiet hem richting zijn eigen goal. Maar naar de zijkant, waardoor het wel veilig is. Kan hem zelf daarna net niet pakken. Dreki met de voorzet op Mojo Bojo en Aldente gaan beide op. Dit zou een clear kunnen opleveren voor Q-Bite. Soort van, daar is het schot van Aldente net naast. Die had er ook nog gewoon een triple commit zelf van Q-Bite. Maar als je dan zo'n pinch eruit haalt, dan komt die bal niet 1, 2, 3 weer terug. Aldente die zet hem voort. Squakkie zit ertussen, maar bal komt naar het midden toe. Schot van Mojo Bojo. Goede contest van Vollefaar. Vervolgens brengt Dreki hem weer naar binnen toe.
Because I'm Mad kan hij erachteraan vliegen. Volvo Fire is ook up. Aldente die kleert hem aan de zijkant. Gooit hem weer een keer naar het midden. Mojo Bootjes up. Zal kijken of hij hem weer een airdribble in kan krijgen. Pincht hem met de grond, maar hij gaat er niet in. En dit is nu verdedigd van Q-Byte. Kunnen ze eruit komen? Ja, dat kan ze. Because I'm Mad heeft nog boost. Haalt nog de 50-50. Bal blijft aan de kant van Causing Panic. Volvo Fire die backflipt hem. Omdat hij niet denkt dat hij erbij kan. De goede keuze gemaakt daar. Gaat vervolgens weer. Krijgt hem. En wow, Volvo Fire. Wat is dat voor goal? Ja, weet je, je hebt natuurlijk de nieuwe banner met Calculated. Geef die aan deze man. Hij tikt hem hier heel mooi op de dak van Aldente, was het volgens mij. Ja, klopt. En daarmee gaat hij erin. Kan het natuurlijk een foutje zijn, maar hij heeft het wel goed voor elkaar gekregen. En dat is de 1-0 voor Team Q-Byte met nog genoeg tijd op de klok voor Causing Panic om terug te komen. Maar ze moeten het wel laten zien. Vorige game hadden ze niet genoeg kansen. Dit keer moeten ze dat meer gaan opzoeken. En Q-Byte begint sterk aan hun eerste match. Hier komt wel weer het paas van Mojo Bojo op Drakey. Drakey probeert het te hercenteren, maar Volvo Fire zat ertussen. Hier, schot van Aldente is naast de goal. Volvo Fire geeft hem aan Squawky. Squawky krijgt hem voorbij Drakey. Daarna wordt hij wel zelf gedemolished. Because the match zet hem heel erg hard door. Net naast de goal Aldente die hem er bijna intikt. Maar hem nog net voor de goal langsgoot. Squawky gaat hier langs de bal. Because I'm Mad gooit hem naar het midden toe. Waar Mojo Bojo al stond te wachten. Hierna komt Drakey die niet voor de bal gaat. Had verwacht dat de bal naar voren ging. Volvo schiet hem naar voren toe. Dit wordt een clear for Causing Panic. Keihard tegen het backboard schoot van Mojo Bojo. Hier is niemand klaar voor Causing Panic om hem erin te schieten. Wat een grote kans had kunnen zijn. Drakey droppen voor het net. Aldente hier net een open net. Zo, en daar is het alweer 1-1. Niet in games, maar ook voor deze game is het nu 1-1. En wat me heel erg opvalt zover is dat de bal steeds vaker de middenlijn passeert. Het is niet meer dat het spel constant op één helft van het veld wordt gespeeld. Of dat er enorm veel pressure wordt gegeven van de ander. Ik zie gewoon dat Causing Panic veel meer mogelijkheid heeft om te spelen op de helft van Q-Byte. En dat doen ze op het moment heel goed. Maken ze ook goed gebruik van, want ze hebben er een goal bij. Dat klopt, het is wel 1-1. Het ziet er spannend uit. Daar zit een demo van Aldente op Volvo Fire. Dit zou wat defensives moeten gaan opluchten. Maar Squawky zit er nog wel tussen. Mojo Bojo dribbelt ermee, maar kan niet echt een kant op. Squawky zet hem mooi voor. Because Ahmed is daarbij, maar krijgt hem niet op net. Hij houdt hem wel aan het eind van Causing Panic. Volvo Fire probeert deze bal weer naar voren te zetten. Zal zelf proberen achteraan te gaan landen. Niet helemaal lekker. Hier is een demo voor een van Volvo Fire. Hij buikt ook nog de andere. Squawky zou deze erin kunnen schieten. Was een hele moeilijke hoek voor hem. En krijgt er niet voorbij. Dit is een kans voor Causing Panic. Drake die tegen het backboard aanschiet. Maar Because I'm Mad die hem nog aanraakt. Waardoor hij niet een voorzet wordt waar Aldente bij kan. Drake geeft hem weer voor. Mee naar Mojo Bojo. Ja, waar ik nog even op terug wil komen was de actie van net. En je zag inderdaad dat Volvo Fire twee man. Oh, ik denk dat je dat zo meteen weer over. Ik word weer onderbroken, jongens. Drake hier met de 2-1. Aldente die een pinch naar beneden, via het dak naar beneden krijgt. En Drake hem in kan zien. Duncan, wat was er net zo'n mooi moment waar je het over wil hebben? Ja, Volvo Fire die ging natuurlijk één man volledig demolishen in de goal van de tegenstander. En ging de andere lastigvallen. Alleen het was net jammer dat de paas naar het midden die nog geschoten zou worden door Team Q-Byte. Dat hij net buiten het bereik was. En ja, ik word gewoon de hele tijd onderbroken. Ik denk niet dat jij je verhaaltje hier mag doen. Causing Panic die zet me onder enorme druk. Die wil gewoon dat de game verder gaat. Want ze gaan nu al echt hard. Niet alleen zetten ze jou onder grote druk. Ze zetten Q-Byte ook onder gigantische druk. Die kick-off werd goed genomen. Gelijk zit er iemand bij die hem naar de zijkant toetikt. En Aldente laat zich niet twee keer een open goal geven. En schiet die erin. Waardoor het nu 3-1 is voor Causing Panic. Ze proberen terug te komen. En willen deze serie gaan winnen. Aldente schiet hem naar voren toe. Because I'm Mad neemt hem mee. Gaat kijken of hij de 2-3 kan scoren. Drakey challenged er niet. Volvo Fire zet hem naar het midden toe. Daar is Squawky. En daar is niet de 2-3. Of toch wel? Weer niet. Oeh, onderkant lat. En daarnaast net door zijn eigen teamgenoot net aan de kant gedekt. Heel veel demo's op één moment. En Aldente maakt hier de 4-1. Wat was dit? Echt 3-4 demo's in echt 10 seconden. Overal op het veld. Aldente was de enige die hem nog door kon schieten. Because I'm Mad demo'de zelfs hem. En er was nog iemand in de buurt van Causing Panic die niet echt heel veel hoefde te doen. En uit alle paniek kon Because I'm Mad hem net niet uit het zicht van de goal halen. En ging die er alsnog in. Wauw, dat is denk ik de meest rommelige goal. Naast die goal van Volvo 5 via Aldente. Die ik heb gezien. Deze ESL Benelux Group Stage. 4-1 voor Causing Panic. Dit wordt nog erg lastig voor Q-Byte om het goed te maken. Ze kregen ze net de kans om de 2-3 te maken. Verzaken daarin en krijgen gelijk de 1-4 om de oren. Ja, we gaan het. Oh. Als we het over goals hebben. Elke keer als ik begin te praten, hè? Oké. heb jij iets met Causing Panic? Elke keer als jij iets zegt, scoren ze gelijk. Ik denk niet dat jij veel, veel gaat zeggen deze game. Ik denk dat als jij graag wil dat Q-Byte wint, dat ik gewoon mijn mond moet houden.
Nou, wij casters zijn niet partijdig, dus ga zoveel praten als je wilt. Oké, okay, nou jongens, het wordt vandaag 20-1. Mijn voorspelling, nee grapje, we gaan gewoon weer door. Volvo Fire die probeert hier een actie op te zetten. Squawky kreeg de blok niet helemaal en Mojoboho gaat hier misschien nog een goal maken. Nee hoor, die komen twee keer tegen de lat aan. Squawky, hele mooie blok op Drakey. En nu proberen ze de bal rustig weg te werken. Nou, en Matt ook weer van de backboard probeerde die af te springen. En Aldente, die maakt heel mooi de bal af. Weer ben jij aan het woord. Gigantische pressure voor Causing Panic. Op een of andere manier hebben ze deze game hartstikke goed omgedraaid. Ze kwamen 1-0 achter. Kun je het geloven? 1-0 achter en maken daarna 6 goals. En scoren 6 goals waardoor ze 6-1 voorstaan met nog 40 seconden op de klok. Het lijkt alsof Causing Panic echt heel erg dominant was deze match. Maar in de eerste 2,5 minuut was daar niks van te zien. De laatste 2,5 minuten hebben ze de hele game omgedraaid en hebben ze 6 goals gescoord. Meestal op een hele rommelige manier. Wat wel een beetje bij Qbyte past omdat ze soms wat rommel spelen, maar het is echt gek om hiernaar te kijken. Causing Panic heeft na de eerste loss die ze tegen hebben gehad gezegd van hey jongens, het is leuk geweest, we gaan nu gewoon echt keihard, we gaan nu laten zien wat we waard zijn. En bijna aan Brazil, is dat wel eens gebeurd hier in de ESL? Oeh, ik weet het niet, ik kan me dat niet zo goed herinneren of er een Brazil is gebeurd, maar ja, daar zit Qbyte vast nu niet aan te denken. Qbyte zit nu te denken van hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we game 2 en game 3 pakken? Want dat moeten ze nu doen. Als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan hebben ze nog een last. Dan staan ze 0-4 onderaan. Ja, ze hebben een lastige taak voor de boeg. Want Causing Panic is niet het team waar je een achterstand tegen wil hebben. Want twee games achter elkaar winnen, dat wordt nog moeilijk. Ja, maar zeker mogelijk. Je ziet hier op het scorebord ook 16 schoten voor Causing Panic en 2 voor Qbyte. Dit vertelt heel veel over het tweede deel van deze game, hoe die verlopen is, maar niet het eerste deel. Qbyte was wel sterk het eerste deel, maar toen ongeveer op de 2 minuut 30 kwam, toen poten Causing Panic aan. Ze kregen de kansen, ze kregen de goal. Het was een beetje messy, maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Ze hebben de 6 goals erin gekregen en ze moeten nog maar 1 game winnen. Ze zijn er. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitlopen. Ik denk dat Qbyte nu wel echt denkt van oké, jongens, ze hebben echt enorm veel schoten op ons gehad. Laten we dat meer op de defense gooien. Dus misschien dat we een game tegemoet gaan met heel weinig schoten, heel weinig goal, heel veel plays, heel veel safe plays eigenlijk. Maar ik denk dat Causing Panic nu ook denkt van hey jongens, we kunnen deze guys ook gewoon heel hard aanpakken en heel veel goals scoren. Dus misschien dat zij er nog harder op gaan. Natuurlijk een beetje voorzichtig voor hun eigen defense. Ja. Maar wie weet? Wie weet wat het gaat worden. Je ziet wel dat Qbyte gelijk die pressure op probeert te zetten. Je ziet trouwens ook een leuk dingetje. Jullie zagen net dat Because I'm Mad constant met de Octane reed. En hij heeft nu de Batmobile gepakt. Hij is niet helemaal comfortabel zo te zien met de Octane. En probeert hij daar met die Batmobile die paas te geven. Zo. Oeh, dat met de Batmobile zijn de bal altijd net ietsjes harder als met Octane. Maar hij is niet zo goed in 50-50's als de Octane. Je zag dat hij gelijk daar de paas kreeg. En is dit weer een... Bijna de schietkans van Drakey. Maar heel goed nog weggewerkt en heel netjes nog ertussen gezeten. En ondertussen probeert Qbyte dan weer een nieuwe aanval op te zetten. Ja, hier zie je Matt weer met het schot met de Batmobile, waardoor die weer net iets harder is. Volgens mij zal kijken of deze de bal weer kan gaan clear. Hij neemt het aan, gaat daarna niet de muur op. Wat over verbaasd. Waarschijnlijk had hij net niet de booster voor om erbij te gaan kunnen. Drakey flankt voor het goal langs. Matt probeert de pressure op te houden, maar Aldente krijgt hem toch weg. Hij gaat erachteraan. Wint de 50-50 Drakey hier met misschien het schot, maar Squawky zit er toch weer tussen. Hier zit hij er weer tussen. En Because of Matt kan hem daarna naar voren tikken. Zal hier achteraan gaan kijken of hij die voorst kan halen. Gaat hem hoog geven. Mooi van het goal. Volvaar zit erbij. Maar Aldente was toch eerder. Hij zit er elke keer weer tussen. Die gast zit heerlijk lekker te spelen. Hier zit Squawky met de 50-50 richting Because of Matt. Ook al is Aldente weer eerst. Hier komt Drakey aan die ze gaat mengen in een hoekje. Wat niet per se nodig was geweest. Hele goede infieldpaas door Aldente en Mojo Bootje met de onderkant lat. Ja, dat was een hele goede backpass waar heel erg goed gebruik werd gemaakt van de positioning die Causing Panic op dat moment had. En ze proberen hier ook nog de goal te maken. Na heel veel saves van Qbyte krijgen ze hem er toch door. Mojoboho met de afmaker. Hier bleef die bal maar voor het goal hangen. Als je ziet dat we het constant tegen het backboard geven. Hier zien jullie het net niet. De bal werd al 3-4 keer tegen het backboard gegeven door Causing Panic. Maar Qbyte kon hem niet wegkrijgen. Ja, je zag inderdaad Because of Matt die had de laatste poging om de bal proberen weg te krijgen. Kwam met zijn Batmobile vast te zitten op de lat. Waardoor hij net niet ook de boost had om hem voor de rest voor te zetten. Ook bijna
Hele mooie schietkans van Team Qbyte. Qbyte had dat heel goed uitgedacht. Volvo Fire ging daar voor de demolish op de goalie op de goalline. En liet Matt daarna uit schot nemen. Matt kon hem niet op goal plaatsen. Maar dit is heel erg gevaarlijk. Hier zijn ze eruit. Dit is een open goal. Maar Squawky gooit hem naar de zijkant. Zal dit hun te veel tijd kosten om ervoor te zorgen? Ja, dat zorgt ervoor. De goal is nog steeds. De bal is nog steeds voor de goal. Niemand van Causing Pain was bij. Maar dat was de kans voor Qbyte die erin moest. Wat een schot van Because I'm Matt. Die nog geschreven wordt door Aldente. Die was heerlijk hard vanaf het middenveld. Heerlijk hard inderdaad. En daar is ook weer een schot van Squawky net aan eruit gehaald. En hij denkt ook van, hey Drake, je hebt mijn bal gestopt. Ik ga jou een paar keer beuken. Je zag hem inderdaad met Drake dribbelen door het veld heen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Het is alleen geen bal. Daar score je geen goals mee, meneer. Nee, maar je kunt er wel iemand mooi mee demolishen uit de play-out. Hier zien we weer Squawky met een demolish op de goalie op de goalline. Maar Because I'm Mad raakt hem niet goed. Aldente heeft hier een open net, maar mist hem. Dat is iets wat ik niet vaak van hem zal zien. Hij had veel meer tijd, dacht waarschijnlijk dat de Qbyte speler aan zat te komen. En dat hij snel moest gaan. Maar dat was niet nodig. En mist daardoor de 2-0. Hiermee kan Qbyte gaan kijken of ze de aansluitingsterven kunnen gaan krijgen. Ze moeten nu wel die bal gekleuren, anders krijgt Mojo Bootje hier een schot. Wat nog gesaved wordt door Squawky. Zo, via de paal. Ook nog wel. Dus hij zat er echt bijna in. Dat was heel erg close. Maar weer een dubbel commit van Qbyte. Mojo Bojo die hem naast het goal schiet. Je ziet dat de pressure van Causing Panic opblijft met een demolish er ook nog bij. Hier weer met z'n tweeën up, waardoor de bal niet echt ver genoeg komt. Jammer genoeg mist Aldente daardoor de bal. Because Matt die nu wel de boost heeft, maar voorin blijft hangen. Aldente dropt hier de bal naar beneden toe. Drake vliegt er achteraan, gooit hem terug zodat hij meer tijd kan rekken voor zijn teammaat om terug te komen. Weer een bump van Mojo Bojo op Volvo Fire zodat hij het schot niet kan nemen. Bal gaat omhoog, Aldente zal de boost pakken en up gaan. Maar Squawky zag het al aankomen, kan er niet bij, miste de bal. Drake hier zet hem voor op Aldente die hem een beetje onfortuinlijk raakt. Drake wil een paas naar Mojo Bojo, maar die stond al te ver naar voren. Hier is de bal weer voor het net. Ja, inderdaad. Je zag ook net een beetje een soort 1 tegen 3 playstyle. Dat ze een driehoekje vormden en dat ze naar elkaar toe aan het pasen waren. En dat Team Blauw er alleen maar achteraan zat. En daar was trouwens ook bijna een schot. Because I'm Mad met een dropshot. En die gaat erin. 1-1. Dat is de 1-1. Hier kwam de pressure op. Er was een demo weer daar op de achterkant. Een dubbel commit van Aldente en Drake in beuken elkaar dan ook nog. En dan komt Because I'm Mad. Hij schiet hem erin. Hij heeft zijn calculator erbij op zijn banner zo te zien. En kon mooi gaan kijken waar hij hem erin moet schieten. 1-1, 1 minuut op de klok. Het ziet er naar uit dat Because I'm Mad de switch naar Batmobile. Dat dat toch heel goed voor hem uitkwam. Waardoor hij de bal heel erg netjes erin kon tikken. En we hebben natuurlijk allemaal gehoord dat de Batmobile weer terug is gezet naar een oudere versie. En dat heel veel Batmobile spelers het weer fijn vinden om Batmobile aan te raken. En Because I'm Mad dus ook. En je ziet het heel erg mooi afspatten. Want dat was me toch eens even een dribbleplay. Wat was die hoek die hij daar maakte? Hij neemt hij mee naar de zijkant, rolt van de golf. En schiet hem hier in een hele tight angle in de goal. 101 km per uur. Die zijn zo moeilijk te saven. 50 seconden op de klok. Qbyte komt terug in een span van 20 seconden met 2 goals. Ja, dat is wel heel erg indrukwekkend. Because Matt heeft zeker wat moois gedaan. En dat heeft hij ook wel zeker te danken aan zijn teamgenoten. Maar hij is toch wel even een shiner na het switchen van auto in deze hier game. Hier is weer een kans op Volfire. Dit is de 3-1. Ze pakken deze game. Qbyte pakt de 2-2. Ze kunnen het nog weg gaan geven. 2 goals, 35 seconden is heel erg lastig. Maar ik denk dat Qbyte nu een beetje safe gaat spelen. En gaat zeggen van jongens, we moeten deze 2-2 pakken. We hebben hem bijna binnen. We willen die game 5 zien. En daar komen natuurlijk de zenuwen aan. Want de game 5 is natuurlijk super beslissend. Daarna mag je helemaal geen fouten meer maken. Op het moment kan Causing Panic natuurlijk nog wel 1 game weggeven. Als het echt moet. Maar ze moeten natuurlijk wel nu de game gaan afmaken of de series gaan afmaken, willen ze deze B pakken. En als Qbyte deze comeback kan maken, dat geeft ze natuurlijk heel veel zelfvertrouwen. En daardoor kan het zijn dat Causing Panic een beetje in paniek raakt, een beetje zenuwachtig wordt. En dat ze daaronder dus de loss gaan krijgen. Maar dat is natuurlijk voor de derde game en dat gaan we natuurlijk vanzelf zien. Het gaat nu natuurlijk om deze game. Nou, de seconden zitten nu af te tellen. Dit zal geen 2 goals meer worden. Je ziet dat ze de demo ingooien. Bal lekker op de grond laten liggen. En Team Qbyte pakt de 2-2. We gaan naar een game 5. Qbyte, die helemaal onderaan staat en nog niks heeft gewonnen, speelt tegen Causing Panic, die nog geen game heeft, gedropt. En ze staan 2-2. Ze halen ze naar game 5. Wat we niet zagen aankomen, ook hier weer. Kijk eens naar wie bovenaan staat in het scorebord. Ja hoor, het is Because I'm Mad. Degene die geswitcht heeft van Outland, die dacht van, ik ga Batmobile spelen. Octane lukt het niet mee. Met 6 schoten en 2 goals. Ja, zeker indrukwekkende play. En wat me ook heel erg opvalt in deze series is dat elke game toch wel een beetje in het voordeel is per game. Dus het is niet echt dat je echt beslissend kan zeggen van oké, hey, dit team doet nu wel in elke game overtuigend goed tegenover het andere.
Dus ik zou geen idee hebben welke deze laatste game gaat winnen. Ja, dat klopt. Vorige game was het namelijk 6-1 voor Causing Panic. Ze hadden bijna de 7-1 nog op de laatste seconde scoort, maar dat lukte net niet. En dat wil Causing Panic weer. Wie wil nou niet die 6-1 weer halen in de allerbeslissende game? En op dat roze bedje zit van ja, 5 goal lead. Maakt niet meer uit. We kunnen bijna nu gaan doen wat we willen. Ze moeten nu laten gaan zien. De kick-off zit eraan te komen of ze dit kunnen gaan aanpakken. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat komen. En misschien dat we nu in het begin van de game een goal gaan zien. Want Drakey had al bijna de schietkans daar. Fire met een zieke save. En nu kan Qbyte uitbreken. Paas op full fire kwam niet goed aan. Because I'm met de Batmobile. Paas naar het midden toe. Squawk is klaar. Legt hem iets te ver terug. Waardoor Qbyte zelf niet bij kan. Ze houden nog wel een balbezit als ze deze zouden challengen. Drakey zet hem voor. Via de achterkant. Squawk is heel vroeg up. Met een beetje lastige aerial. Bal blijft voor. Because I'm tikt hem naar de zijkant. Mojo Bojo zal deze proberen te recenteren. Maar Squawk staat er alweer tussen. Drakey gaat hier de 50-50 naar het midden toe gooien. Aldente stond er al klaar voor. Legt hem weer naar voren toe. Maar full fire zag die natuurlijk ook al lang weer aankomen en gooit de bal ook weer naar de zijkant toe. Mojo Podium met een paas naar Aldente, lekker zacht getikst. Aldente probeert hem voor te zetten, maar Squawky heeft hij weer ertussen zitten. Because I'm at komt hier met de Batmobile 1 tegen 1, is niet op tijd. Mojo Podium kleert hem richting Squawky. Squawky speelt hem naar de zijkant, voorbal fire rotate in goal. Die wacht dat deze bal aankomt en daar staat hij ook klaar voor en die heeft hij ook. Because I'm at moet deze clear net over Drakey heen. En hier is Squawky met de paas naar de andere kant. Volfire kon daar niet bij en nu is de kans daarvoor Causing Panic. Ja, wat ik heel erg zie is dat Because I'm Mad sinds een Batmobile Switch erg naar voren komt. Maar daar komt toch Drakey met het schot op goal. Is dit de Duncan Curse? De Duncan Curse? Nou, ik denk Q-Bite het als het ik weer curse. Begin te praten, hè? Ja. Ja, hoe kan het? Nou, het was wel heel mooi afgemaakt door Drakey. En nu is het weer 1-0 voor Causing Panic. We weten wel één ding. Degene die de eerste goal scoort in de match is nog niet gegarandeerd om te winnen. Twee matches geleden had Qbyte de eerste goal, maar ze verloren toch met 6-1. Ja, nou, ik wil nog even weer terugkomen op mijn complimenten voor Because I'm Mad, omdat hij heel erg uitstraalt in deze laatste series of laatste games nu die is geswitcht naar Bamboo. Hij zat er inderdaad heel goed tussen en heeft ook heel veel shot accuracy, laat ik het zo zeggen. Maar toch een goal voor Causing Panic, dus er moet nog zeker wat gedaan worden. En wie weet gaat Causing Panic nu voor nog meer goals om zeker te zijn dat ze deze laatste game nog meepakken. Of ze gaan juist defensive spelen en proberen met een 1-0 of een 2-0 te winnen. Je moet eens kijken naar Drakey. Drakey houdt Because I'm Mad helemaal tegen. Gaat lekker voor hem staan. Blijft tegen hem aanrijden zodat hij niet weg kan. Qbyte heeft nog 3 minuten om dit te gaan oplossen. Volfire niet met de sterkste dribbel. Een demolish van Mojo Bojo is een 1-1 situatie. Wat een fake van Drakey. Maar Because I'm Mad spant al. Ruimt de bal en de speler op zodat er niet een aanval kan doorgezet worden. Volfire gaat langs de muur. Probeert hem naar binnen te passen. Hij heeft niet een goede inschattingsvermogen. Daar komt Because I'm Mad die ook Mojo Bojo gelijk nog een keer opruimt in een span van 10 seconden. Drakey met het... Zo! Goh. Nou, nu wordt het menens hoor. Nu wordt Causing Panic en Qbyte maken een beetje ruzie met elkaar als het gaat om de demo's. Drakey ook met een heel mooi schot op de binnenkant paal. Ging er net aan in, maar hij zat wel en was buiten het bereik van Qbyte. 2-0 Causing Panic. Qbyte moet nu echt iets gaan doen. 2-0 achter. Als deze trend zich doorzet waarbij ze niet het goal kunnen vinden en Causing Panic wel vrij gemakkelijk scoort. Dan ja, dan wordt het best lastig voor Qbyte om nog game 5 te gaan pakken. Aldente hier met de voorzet. Squawky niet met de beste touch. Die komt eigenlijk voor het goal. Gelukkig herstelt hij zich wel en gooit hij hem daarna gelijk weer weg. Drakey met de paas naar het midden toe. Because I'm Mad hier met het schot. Aldente was iets te ver naar voren gegaan. Kan hem nog net op tijd redden. Maar daar is Volfire ook nog die hem net niet op het goal kan gaan schieten. Aldente zet hem door. Wint de 50-50. Because I'm Mad hier achterin schiet hem weer naar voren toe. Volvo is up. Maar wel heel erg vroeg. En Because I'm Mad met een schot bijna op goal. Goeie aanval zover voor Qbyte. Ze hebben bijna elke keer het goal, maar toch net ernaast, net niet on target. Het moet ze uiteindelijk wel lukken als ze zo doorgaan. Maar die shot accuracy moet nog echt even omhoog en Volvofire in een lastige positie. Maar Drakey miste ook de bal. Dat was een hele gekke save van Volvofire, maar ja, het werkte. Hij zal er blij mee zijn dat hij er niet in ging. Hier is wel weer de voorzet van Mojo Bojo, maar dat ging veel te hard. Er kon niemand erbij, Because I'm Mad gaat er achteraan. Gaat hij hem zelf nog raken? Nee, dat doet hij niet. Volvofire zit hem voor op Squawky. Dit zou een schot kunnen zijn. Hij raakt hem niet zo hard. Wordt weer naar beneden geschoten. Volvofire draait hij voor. Gooit hem weer naar voren. Because I'm Mad probeert hem contesten, maar is niet op tijd. Wel twee members van Causing Panic omhoog. Een voorzet hier van Volvofire op Squawky gaat er niet in. De bal blijft maar voor liggen. Kunnen ze hier wat uithalen? Want de bal wil er maar niet in. Dat had best een goal mogen zijn voor Qbyte. Want het is nog maar 1 minuut en 15 seconden op de klok. En ze moeten nog 2 scoren. Dat was een hele grote kans. En als ze deze serie nog willen pakken, moeten zulke ballen erin.
Ja, eigenlijk zou ik nu eigenlijk willen dat de drinking curse een omgekeerd effect had. Dan konden we misschien nog extra spanning zien, maar dit gaat alweer een beetje in de richting van Causing Panic. Ja, alweer. Je zet je stem weer op voor een paar seconden en weer pakt Causing Panic de goal. Het is een grappig fenomeen om te zien. Maar Causing Panic maakt heel goed gebruik van de Junkin Curse. En scoort daarmee de 3-0 met 1 minuut. Denk jij dat Cubite het nog kan halen? 3 goals in 1 minuut. Ja, dat is een hele lastige, heel lastig om uit te voeren natuurlijk. Het is mogelijk. Ze hebben eventueel wat schietkansen gehad. Maar elke keer zat Causing Panic er wel heel goed tussen en maakte ze het heel moeilijk. En natuurlijk binnen een minuut tegen een heel sterk team, dat is bijna onmogelijk. Het is mogelijk, maar ze moeten wel met hele goede dingen komen. Dus ik denk ook zeker dat Because I'm Mad invloed zal hebben op bepaalde plays. En dat het ook zeker wel een teamplay zou moeten zijn met Wolf of Fire. Hier komt wel weer een grote kans van Mojo Bojo. En daar is hij al, Because I'm Mad, met een hele mooie dubbele save. Dit zou Cubite een kans moeten gaan geven. Maar ze spelen die bal gelijk in de wielen van Aldente, die hem hierdoor weer kan gaan clearen. Dit zal nog heel lastig worden met 20 seconden op de klok. 3 goals, zou je 2 kick-off goals moeten krijgen. En dan zou hij eigenlijk bijna nu er wel een beetje in moeten gaan. Wolf of Fire gaat het proberen. Hij gaat voor de dribbel, gaat 1 voorbij. Daar is hij dan. Oeh, Squawky bijna met daar de goal. Because I'm Mad probeert het naar voren te pinchen. Krijgt het niet helemaal voor elkaar. Squawky zet hem voor Aldente. En Aldente krijgt hem niet, maar dit is een open net van Mojo Bojo. En dat is de beslisser. 4-0, 4 seconden over. Because I'm Mad heeft de game al geliefd. En ja, het is ook best wel overduidelijk dat Causing Panic deze laatste game heeft gewonnen voor de series. Ja, Causing Panic heeft deze game gewonnen. Jullie zien hier nog de leden van Causing Panic op het veld staan. Cubite heeft het veld al verlaten. We zullen de timer gewoon rustig af laten lopen om nog wel ik zou zeggen het scorebord erbij te pakken, maar dat kan niet eens. We kunnen niet eens het scorebord erbij pakken, want er staan geen teammembers aan de andere kant. Dat is jammer. Ik had graag nog even doorgenomen hoeveel schoten en hoeveel saves er nou eigenlijk waren. Maar voor deze keer, ja, we kunnen wel de schoten van Causing Panic tellen. We kunnen de schoten van Causing Panic zien. Ze hebben namelijk 11 schoten. Dat was best wel veel. We kunnen niet heel veel zien in retrospect op Cubite. Maar ik denk dat Cubite een stukje minder hadden. Ze speelden iets minder sterk. Ze zaten er niet helemaal lekker in. Because I'm Mad probeerde veel, maar ze kregen niet de kans en maakten niet af. Ze hebben zelfs 30 seconden bijna voor het goal gestaan voor Causing Panic zonder hem af te maken. Ja, zeker. Maar ik bedoel, 11 schoten en daar 4 van gemaakt. Dat is minder dan 50%. Maar er was wel, dit was echt een game met heel veel actie, heel veel schoten op goal, heel veel saves. Het was gewoon elke keer net aan, net niet. En ze hebben toch voor elkaar gekregen om 4-0 te winnen. Dat dus klopt, dat is wel heel goed gedaan. Dat was zeer goed gedaan. Ik hoop dat jullie ook zo genoten hebben van deze match. Ze hebben zelfs game 5 gehaald, Cubite, wat ik niet zag aankomen. Heel netjes van ze gedaan. Causing Panic heeft met 3-2 gewonnen. En de volgende game die hierna komt is GG Disruption tegen Pauzi. Twee teams die een beetje onderaan staan, maar alle twee zeer capabel zijn om van elkaar te kunnen winnen. We zien jullie zometeen weer met GG Disruption tegen Pauzi.